Hey iedereen, welkom. Het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live. En vandaag gaan wij, zoals beloofd, beginnen aan de Pokémon League. Dus niet te veel bullshit, we gaan er gewoon voor. Welcome to the Pokémon League. I'm Lorelei of the Elite 4, excuseer. No one can best me when it comes to icy Pokémon. Freezing moves are powerful. Your Pokémon would be at mercy when they are frozen solid. Are you ready? En we gaan ervoor. De eerste is Dewgong. Basically, Raichu doet gewoon allemaal. Oh. Lapras, nee, daar gaan we niet voor changen. En dit was Lorelei. You're better than I thought. Go ahead. Okay. Dit is Bruno. Hiervoor hebben we Lapras, denk ik, nodig. I'm Bruno of the Elite Four. Through righteousness training, people and Pokémon can become stronger. I've trained with my Pokémon, TRC, we will grind you down with our superior power. Hoo-ha! Kom maar op Bruno, de eerste is Onyx, dat is niks speciaal. Hitmonchan kunnen we ook wel aan. Hitmonlee van hetzelfde. Terug naar Onyx, dat is jammer genoeg weer Surf. En met Champ, daar hebben we eigenlijk niks sterk tegen, denk ik. Maar dat is ook niet nodig. My job is done, go face your next challenge. Dank u, Bruno. En we gaan gewoon verder. Ik heb geen idee. Agatha, denk ik, dat het is. Ja. Agatha of Delete 4. Ja, deze heeft Gengar. Mew is daar super effectief tegen, dus dat gaan we ook gebruiken. Nou, gewoon Psychic all the way doen. Arbok, dat kan wel een Mega Punch zijn, dat zou goed genoeg moeten zijn. En Gengar als laatste Pokémon, dat is dom van mij. Ik had gewoon Psychic moeten gebruiken. Voilà. Oh, excuseer. Even... De full heal moeten gebruiken op Mew, want die is potion en dat kunnen we niet hebben. De Pokémon League gaat serieus vooruit. Voilà. Nu komen we bij Lance, de Dragon Trainer. Hij begint met een Gyarados. Schattig. De vergeefs. Dragonair, ik weet niet meer wat zwak is. Tegen wat dat Dragonair zwak is. Aerodactyl, we gaan Lapras pakken, want ik denk dat Ice Beam daar goed tegen is. Ja, Ice Beam is super effectief. Dus dat zou Aerodactyl wel zijn. En dat is Dragonite. Is Dragonite ook zwak tegen Ice? It is! Dus, voilà. I still can't believe my Dragon is lost to you, TRC. You are now the Pokémon League champion. Oh, you would have been, but you have one more challenger. Surprise, who is it? You have to face another trainer. His name is Gary. He beat the Elite Four before you. He is the real Pokémon League champion. Dus we gaan niet healen of zo. We gaan er gewoon voor gaan. Gary, hey, I was looking forward to see you, TRC. My rival should be strong to keep me sharp. While working on Pokédex, I looked all over for powerful Pokémon. Not only that I assembled teams that would beat any Pokémon type. And now, I'm the Pokémon League champion. TRC, do you know what that means? I'll tell you. I'm the most powerful trainer in the world. Ons laatste gevecht. Alakazam, nee.
Laten we voor de grap een keer proberen om mijn ene Pokémon te verslaan. Executor. We gaan niet changen. Ah, het is niet gelukt. Ik dacht misschien dat we hem wel met ene Pokémon zouden kunnen afhandelen, maar het was niet waar. Zijn laatste Pokémon is de Charizard. Want wij hadden Bulbasaur gepakt en hij had Charmander gepakt in het begin. De Hall of Champions gaan we een beetje doorgaan. Dus dit zijn de Pokémon waarmee ik het gedaan heb alleszins. Raichu. Voilà. En dit is eigenlijk het einde. Zoals jullie zien. En nu zijn we hier. Maar we hebben nog één ding te doen. En dat gaan we nu doen. We hebben nog genoeg tijd deze episode, dus we gaan het gewoon doen. Oh fuck, ik ben verkeerd. Het laatste dat we moeten doen is een Cerulean. Oh, ik ben mijn fiets vergeten. Ja, die moeten we wel even terugpakken. Nee, niet Bills PC. TFC's PC. Yeah. Windrun. Yeah. Ik zou heel graag mijn fiets terug hebben. Kan dat? En dan zou ik heel graag mijn fiets terug van boven zetten, ook als dat kan. Voilà. Dus ja, iedereen dat het spel nu al heeft gespeeld, weet natuurlijk wat we gaan doen. We gaan uiteraard de laatste Pokémon vangen dat we eigenlijk zouden moeten vangen. En dat is Mewtwo. Die zit in een speciale grot waar ik natuurlijk weer de weg niet van weet. En we gaan er gewoon voor gaan. Dus we gaan Mewtwo nu zoeken. Mewtwo zit in deze grot en is level 70. Dus hier zitten heel sterke Pokémon, alleszins. Dat moeten we weten. Ditto level 60, dat is al serieus. Met Venomoth 51. Een Electrode 52. Een Dodrio zelfs. Venomoth again. Oké. Ik zeg het, het is puur gokken voor mij. Ik heb geen idee waar dat Mewtwo zit. Dus het is echt een beetje chance hebben, I guess. Oké, we kunnen niet anders dan hierin. Wat zijn we nu weer? What the fuck? Dat is een Rhydon. Zo frustrerend, u weg niet weten, hè. Maar hier is alleszins een... Oh, een Marowak. Een Hypno. We komen hier echt gewoon van. Ik ben een idioot. Hier voor de rest. Oh, je kunt naar links. Een Magneton. Oké, hier is iets. Ik vraag me niet waar, maar... Ik zeg het, dit is voor mij zoeken. Ik heb geen idee hoe dat, waar dat we zijn of... Weer die Max Revive vergeten, hè, maat. Oh, ja.
Hier is een putteke. Kolbe. Arbok. Chancy! Aha! Look who's there! Natuurlijk moest dit ooit weer komen verneuken voor ons allemaal. Maar dit is de laatste Pokémon dat we gaan vangen. Dit is Mewtwo. We gaan het niet moeilijk doen. We gaan gewoon zijn masterbal pakken en we gaan hem gewoon vangen. Voilà. Voilà. Zoals jullie zien hebben we Articuno gevangen, we hebben Zapdos, we hebben Moltres gevangen, we hebben Mew en we hebben Mewtwo. Dus ja, er zit niks anders op. Dit was echt het einde van Pokémon Rood. We hebben alles gedaan, we hebben alle 8 badges, we hebben de Legendary Pokémon gevangen. We hebben de Pokémon League gedaan. We hebben Mewtwo zelf gevangen. Dus ik wil iedereen dat naar alle series of zelfs maar naar 1 episode heeft gekeken, wil ik super hard bedanken uit de grond van mijn hart. Dit was heel plezant voor mij om te doen. Om nostalgische games te spelen. En ook gewoon om YouTube content te maken. Ik ben blij dat het toch al is wat het nu is. We zitten al op 200 subscribers, dus dat is echt super goed en zo. Ik wil iedereen echt nog een keer super hard bedanken uit de grond van mijn hart om te kijken naar mijn episodes. En volgende YouTube content, wanneer dat gaat zijn, weet ik nog niet. Maar het zal een andere game zijn. Als jullie ideeën hebben over welke game, mogen jullie altijd een comment beneden in de YouTube comments section laten. Of op mijn Facebook, TRC_live. Of mijn Instagram, of mijn Twitter. Allemaal als TRC_live. Dus ja, dat is het eigenlijk een beetje. Nogmaals, iedereen super bedankt om te kijken. En ik zie jullie graag in, niet in de volgende episode, maar in de volgende game. Dus allemaal bedankt om te kijken. En nog een goede dag. Yo, salukes.